met Olu Abena Radio SRS Suriname vanuit Paramaribo. Wie hebben we aan de andere kant? Gillian Slory. Gillian Slory. Ja, Slory is de familienaam en niet de onbekende Surinaamse naam. Welkom in Suriname zo vooral. Dankjewel. Ja, weet je wat voor een geweldige familienaam je draagt, Gillian? Ja, ik weet het. Ik hoor het altijd als ik overal kom. Dus ik hoor het vaker. Wat zegt men? De voetballer is de dichter. Ja. Die dichter eerst. Die grote man, Slory. Heb je nog Sam Slory? Ken je geen Surinaamse geschiedenis? Ik hoor een heleboel dingen daar. Zijn het potten, zijn het lepels? Zijn het borden? Bij jou? Nee, bij mij niet. Oké. Maar je bent bezig met iets anders, kan ik wel merken. Nee. Hoor je me nu beter? Ik hoor je wel goed, maar ik hoor je iets anders doen. Nee. Anders dan alleen bellen, niet nog? Ik ga rustig te wachten. Oké. No. Je weet hoe het is. Je hebt van de bezige bijen. Walosan, we doen tegelijk. Aan de telefoon. Maar dan weer... Potwanya, ete, tapo, ewa, preti. Nee. We houden professioneel. Hey, geweldig is dat, man. Gillian, waar is jouw levensverhaal begonnen? Mijn levensverhaal, als ik het, wat bedoelt u precies? Waar je levens, ja, ieder levensverhaal begint bij de geboorte. Ja, ik ben in Paramaribo geboren, opgegroeid op Tamega. Tamega boy. Toen ben ik toen met mijn moeder, ben ik naar Nederland gekomen. Mijn moeder was hier naartoe gekomen en heeft ze zichzelf gesetteld. En daarna is ze ons laten halen, dus ik ben sinds mijn 7e ben ik al in Nederland. Oké, dan gaan we vooral praten over je eerste tot je 7e. Vind je dat belangrijker dan je 7e tot nog toe? De eerste tot de 7e, dat weet ik niet echt meer. Ik weet alleen, ik was kwaai. Dus voor de rest weet ik het niet echt meer hoor. Ik bedoel, Tamerga boy, yo, kwaai, ja. Het loopt gaaf toch, je moet mee, je moet toch, anders ben jij die bobbel. Lekker. Maar was je in de middaguren meer op het erf of bij Borogastrati? Op het erf of in de inham. Of in de inham? We mochten niet ver. Nee, we moesten ogen dingen blijven van mijn oma en mijn opa. Dus als je niet in zich was, heb je een probleem. Oh, en oma en opa is dan door de zee, dat is lukken. Ja, sowieso. En wanneer jij ze niet ziet, zien ze jou wel. Dus wanneer je denkt dat een stiek komt, ga je toch iets doen. Uit het niets kom je naar binnen, dan is die riem al klaar voor ai. Kom even zitten. Kotaki. maar is het die riem die meer praat met je? Ja Tom, wat is opa Tom? Want opa deed opa geen wachten dat je ging douchen toch. Dan kon je nergens naartoe gaan. Ai. Je hebt je vakantie, dan ga je het krijgen. Je denkt opa is vergeten. Je denkt, opa vergeet die niks. Ala dat die opa die vergeet die skin. Ja. Ja, laten we het maar vergeten. Regelmatig. Ja, hè. Maar dat was best een mooie tijd, zou je toch nog zeggen? Als je wat je zo vaagjes kan herinneren. Dus tussen je eerste en je 7e was toch al met al een leuke tijd in Suriname. Ja, ik heb een hele leuke tijd gehad in Suriname. Mag niet jokken, we hadden het goed. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik heb een leuke tijd gehad in Suriname. Ik mag niet jokken. Daarover, mijn jeugd in Suriname was echt heel goed, ja. Nice man. Slory is de naam die komt van je moederskant of van je vaderskant? Van mijn vaderskant. Mijn vader is een Slory. Oh. Hoe? Gino Slory. Oh, Gino Slory. Aha, ja. En dan zijn jullie in de G gebleven, want jij bent Gillian Slory. Ja, Gillian Slory, daar heb je ook Gilberto Slory. Ja, de G ging lang. Ik weet niet wat dat is, ze waren niet zo creatief volgens mij helemaal. Wie is die andere? Jouw broer? Dat is mijn broertje. Oké. It's all about the G, jullie zijn real G's. Ja man, we zijn dus de drie G's. Ja. Nice man, dat is chill. En mama's familienaam, want er zijn familieleden van mama die ook genoemd willen worden. Ze hebben zoiets van Agir Slikaboy Vergitono. Nee, mama niet. Mama is Landes Meynels.
die horen er sowieso bij, man. Die horen er sowieso bij. Dus nee, mama is familie Landus en familie Meynals. Landus Meynals. Ja, ja, ja. Yes. Ik hoor zo'n liedje, hè. Misdunt het, ja, zijn Sjaak van Israël 20 Paramaribo. Dat met je redding vanuit verschillende districten, maar ook hier in Paramaribo, zeg ai. Aboy Terunu. Ja, sowieso, sowieso, ze weten, altijd. Nice, man. Ik ben trots op mijn afkomst, ik ben trots op mijn familie daarvoor, dus altijd. Waar van Suriname heb je op school gezeten, Gillian Slory? Ik heb op Tamega school gezeten. Oké. Dus na school zie je dezelfde vriendjes als op school? Dat was het toen? Nee, ik kan me niet meer herinneren van de tijden dat ik op school zat. Ik kan me niet echt meer de mensen heugen. Maar ik weet wel waar de school is nog steeds. Dus ik wist wel van oké, hier zat ik op school en ik weet de klas nog waar ik zat. En that's it. Voor de rest kan ik me niet echt meer veel heugen met tijd daar op school. Weet je dat het zijn goede kanten heeft dat iemand zich soms bepaalde dingen niet kan heugen? Want soms zit je en dan kan je bepaalde dingen herinneren dat je denkt dat ik zang beter min op een memory als Andy. Liever was ik het vergeten of had ik het niet onthouden. Maar soms is het ook vervelend hoor. Soms is het ook vervelend. Maar soms nu kom ik mensen tegen zijn ze bij jou op school. Ik weet het niet meer. Maar hoe doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Doe je alsof je de persoon nog kent? Of zeg je nee, dat kan je echt niet meer? Dan heb je die, oh ja. Jij was toch al, maar je weet niks meer. Dat je draait ook niet moe snel, want als mogen je actie wat te trassen niet, als mogen we een diepje in op de materie en dat moet niet gebeuren. Nee, klopt. Maar ik denk dat de manier waarop je reageert dat die persoon was zit van, hij wist echt niet wie ik was wanneer die persoon wegloopt. Hij wist niet wie ik was hoor, hij wist het niet. Je hebt sommige mensen die het wel gaan uitleggen. Maar weer anderen ja, die dat niet doen, hè? Nee, sorry hoor. Oh, je weet niet meer? Oké, sorry. Dat is een ferie. Dat is een lekker overleg naar je abdigifasi. Aha, ja, nee, dat is zo. Ik heb zelf ook bij familie hoor. Als ik mijn familie zo groot, als ik naar Suriname ga, nu ik ouder ben, ik ga nu alleen. Dus ik kom altijd mensen tegen die zeggen, ja, sorry, nou, Mina, ik kan hier niet. Je paard, ze weet alles van mijn vader. Ik weet niet wie die mensen zijn. Mooi. Ik weet niet wie de mensen zijn. Mijn vader was niet echt dat ze naar familie brengen en dat soort dingen. Dus van die kant leer ik nu pas nog steeds mensen kennen. Ik ben nu 38 en leer nog steeds mensen kennen. Ai boy. Na boy Gino drapen. Dat heeft naar de echte biggies van de dag. Na boy Kino. Ja. Loop adjes. De biggies van die dag geen dag. Na boy Kino. Wat een gezelligheid, man. Jij komt aan in Nederland en je zit een heel andere omgeving, Gillian. Hoe was dat? Ja. In Suriname? Nee, je komt aan in Nederland en ineens, je zit geen bomen meer met vruchten. Er zijn gaan speciale boerderijen, speciale landerijen. Maar ja, een heel andere omgeving. Ik weet het nog goed, we kwamen aan in november in de jaren 90. Het was koud. Dus de deur ging open. Ik dacht dat ik in de ijskast liep, omdat ik gewoon de ijskast naar binnen liep. Maar het was koud, man. Het was echt koud. Ik snapte niet dat een land zo koud kon zijn. Ik was 7, dus ik snapte het niet. Het was koud. Het was echt koud. Dus dat is het enige wat ik nog herinner, dat toen de schuifdeur open ging, dat een soort... Echt een soort kalme genakt had dat ik zoiets had van wat de hel is dit gewoon, maar wonen mensen hier, leven mensen echt hier zo gewoon. Echt. En we moesten een jas, ik had nog nooit in mijn leven een jas aangedaan, dus dat zijn de dingetjes wat ik nog herinner gewoon. Dus ik was wel een shock, qua temperatuurverschil was ik wel een shock. Ja. Want Serenandja is zo aan Tinko Rubo, naki even te oma, no zo opa. Ja. Opo a ijskasi, dat je snapt dat je naar biertje. Oh, het is cool, oké, het is koud. Dat is aan alleen van doen, ja, dat het is koud. Maar ach man, je zou bij maar dan kom je daar aan dat je niet aan extreme of echt te koud. Ja. Nee, het was echt, jaren 90 was koud. Nu is het nog te doen hier zo, maar jaren 90 toen de tijd, winter was echt winter. Ja, oké. Er was meteen Amsterdam. Wat zegt u? Je bent de eerste stad waarin je gewoond hebt, de provincie, waar was dat? Amsterdam, we hebben altijd in Amsterdam gewoond. Oh man, jij naar Voldams, kom maar jongen. Ga je graag naar Rotterdam? Amsterdam, ga altijd Amsterdam. Ga je graag naar Rotterdam, Gillian Slory? Ja, nu zeker. Voor optredens moet ik heel vaak naar Rotterdam. Ik vind het ook steeds leuker.
Ja, ik ga wel regelmatig dan. Volgens mij ben ik nu vaker Rotterdam dan Amsterdam tegenwoordig, maar ik ga wel regelmatig die kant op, ja. Ik snap het, ik snap het. Ik kan je voelen, hè. Misabi, misabi, mis. Je bent Damsko boy, maar ik denk dat moro kik, maar moro gezellig man die naar Rotterdam, denk je niet? No man, ik kan het niet maken, maar ik heb die hele nummer lag. Ik neem mijn Amsterdamse paspoort, maar nee, maar ik kan dat niet maken, maar... Ik ga uitleg moeten geven wat ik persoon. Oh, dus Rotterdam is leuker, nou? Oh, dat soort dingen zeg je dan. Dat is geen probleem. Nee, maar ik ga problemen krijgen, maar... Dat ga ik niet maken. Maar luister, maar comedy man die mis Sabina naar Rotterdam, de Maitaer. Minus, als mijn comedy man voor Amsterdam. Ik ken niet zoveel comedians van Amsterdam. Dus ja. Oké, maar ik begrijp het. Maar wat kan er, want ik ben daar vaker, daar sta ik vaker op podium in Amsterdam. Dus het kan dat de meeste mensen daar wonen, hoor. Ik weet dat Den Boy weet ik dat daar wonen, dus die zie ik soms ook. Dus Ja, Den Boy. Ah, gezellig man. Hey, is nice. Je bent comedian, je hebt het over staan op podia. En dat is best een gezellig beroep, kun je zeggen. Is je dat professioneel? Is dat waar je leven lang van wil gaan leven? Ja, zeker. Dat is, begint als een hobby. En het begint als hobby. Je begint het, eerst neem je die serieus, dan neem je serieus. En op een gegeven moment, ja, dan heb je zoiets van, oké. Dus er zit wat in, je wordt steeds beter en hoe beter je wordt, hoe leuker je gaat vinden. En daar werk ik mee, want dat we ervan gaan leven nu gewoon. Zou je zeggen dat het begonnen is in de schoolbanken of thuis? Het grappen maken, losschappen? Nee. Ik wist me altijd te horen dat ik altijd die persoon was op de feestjes. Die altijd, als ik iets zei, was altijd grappig. Dan dat hoor je altijd achteraf van mijn zus zei me altijd van ja, want altijd wanneer ik iets zei, deed je altijd grappig en dat soort dingetjes. Maar... Comedy, als ik zeg het altijd bij het begin met ik altijd tegen mensen zeggen, ik heb comedy eigenlijk, ik heb het eigenlijk in de gevangenis ontdekt, als ik eerlijk moet zeggen. Oké. Niet raar, maar ik zat toen vast, heel lang geleden, en toen kreeg ik, ik weet niet of jullie kennen die show van Jürgen Reimer, Even Slikken. Ja. Die kreeg ik toen te horen en van mij was het, ik was verbaasd dat één persoon zoveel mensen kon laten lachen. Ik weet niet waarom, ik denk dat het misschien een soort, ik zeg het is dus die Surinaamse trots in me en ik zat gewoon op mijn bed en ik had zoiets van, hey, kan ik ook man. Echt waar? Zo is het een beetje begonnen, dus toen ik vrij ben gekomen ben ik er een beetje voor gegaan. Eerst angstig, ik denk van nu zijn we echt jaren verder man en nu gaat het wel goed. Ja. Ja, maar om daar te komen, op het podium te komen, dan moet je de kans willen bieden. Er zijn zoveel organisaties, maar ook meerdere comedians. En dan, ja, maar hoe kom je daar? Want je moet mensen kennen, of is het mensen kennen minder gangbaar in Nederland dan als in Suriname? Nee, je doet je open mics. En bij open mics komen dan mensen gewoon scouten meestal. En dit is mijn scout. Dan zeggen ze, oké, je hebt wel iets. Dan vragen ze je, wil je een talentspot? En dan van die talentspot, doe je een paar talentspot en de talentspot, ik hoop dat het goed gaat. En zeggen ze, oké, we hebben dan de komende pro-shows. Dus zo gaat het. Dus het is open mics, talentspot, ga je naar de pro-shows. Dus zo werkt het een beetje hier. En mensen die je dan kennen, die je supporten, die hebben dan bijvoorbeeld, als ze een show organiseren, dan weten ze van, hé, hij doet ook zijn ding, Amand is bezig, hij is goed bezig, boek hem. Dus dan word je geboekt en dat soort dingetjes. Zo gaat het hier zo. Nice man, dus die hele procedure ken je. Dat is goed georganiseerd. Sommige mensen die doen open mic, die gaan gelijk ontploffen gelijk, maar ik moest gewoon al die stappen doen voordat ik naar de pro show zit. Al die stappen is best wel goed, want dan doe je ervaring op en dan weet je precies wat je moet doen als je bijvoorbeeld iets eruit gooit waarop mensen niet gaan lachen of waarom mensen helemaal niet blij worden, waarvan ze niet blij worden of niet. Je weet toch? En dan weet je dan moet je niet proberen. Dat soort momenten zijn het enge momenten dat je iets zegt. Ja, ik denk dat ik je beste mop, maar niemand lacht erom. Nee, klopt, dat is goed. Dat merk ik ook bij als je al die stappen hebt gedaan. Het is geduld. Je moet echt geduld hebben, want als je geen geduld hebt, dan gaat het niet worden. Dus je moet echt geduld hebben en geloof in jezelf, dat moet je hebben. Want het kan soms echt, het heeft jaren geduurd bij mij voordat ik naar de pro-shows ging.
Maar net als je al die stappen hebt gemaakt, dan weet je in ieder geval wel om wat er verbeterd moet worden. En ja, je leert mensen kennen die je kunnen helpen en dat soort dingen. Dus als je al die stappen gemaakt hebt, dan is wel een pluspunt om dat mee te hebben. En los van binnen die professionele kringen, Gillian Slurry, is het toch wel goed om thuis of binnen je vriendenkring eerst wat te laten horen en te zien hoe ze gaan reageren daarop? Nee, is het beste om gewoon, als je iets nieuws hebt, is gewoon een open mic te pakken en het gewoon laten, dat is, comedy is iets wat je niet thuis kan doen. Dat is echt iets wat je op het podium moet doen. Je kan het alleen maar ontwikkelen door meters te maken, uren te maken noemen we dat. Uren maken, dus je moet gewoon gaan en het gewoon doen, opnemen, terugkijken, weer gaan, opnemen, terugkijken, weer gaan, opnemen, terug. Dus zo ga je denken. Dus je kan soms aan één kleine stuk kan je soms maandenlang sleutelen aan één kleine stuk, tot je het uiteindelijk zoiets hebt wat je zegt van oké, ja, nu zit hij wel een beetje goed in elkaar. Aha, nice man. Dus het is voor je vrienden, wat je vrienden gaan altijd zeggen, oh ja, of ze, je hebt weinig, echt niet, ik wil niet zeggen weinig, maar je hebt niet iedereen gaat je gewoon recht in je feest zeggen, no maas, aan dat, nee, wat ga jij dan, stoffen. Misschien denken ze, je gaat teleurgesteld zijn of je gaat je vervelend voelen, maar als je gewoon voor mensen staat die je niet kent, die ga je gewoon eens laten zien, het heeft wat of het heeft niks. Ja, I see. Je hebt de mening nodig, die eerlijke mening nodig van mensen. Ja, in comedy heb je echt de eerlijke mening nodig. En een kleine grens, als je iets doet, iets nieuws doet, een kleine grens, is al meer dan genoeg. Dan weet je, oké, het heeft iets, ik kan hier aan gaan sleutelen. Soms, als er geen grens is en je ziet van, oh, ze reageren toch wel. Dus alles, dus daar is het best om aan te voelen van, oké, dit heeft iets, we moeten hier aan gaan sleutelen. Hoe ziet je crowd er over het algemeen uit? Gillian Slurry, meer Surinamers, meer andere mensen? Het hangt er vanaf. Ik begon met heel veel Surinaams spraak. En voor mezelf wou ik toen breder gaan spelen. Dus toen ben ik echt meer naar de, hier noemen we het, witte shows gegaan. En nu is het een beetje gemixt. Ik kan en voor de Suriname spelen en voor het gemixt publiek en dat soort dingetjes. Ik heb aan mezelf gewerkt om gewoon allround te kunnen spelen. Maar ik ben wel begonnen met mijn eigen pupils. Maar Surinamers, als iets herkenbaar zegt wat ze weten, dus je weet dat dit dat loopt vat door. Dus het begint dus al helemaal stuk te gaan. Maar als je hetzelfde meeneemt naar een gemixt publiek, dan zie je gewoon van Dat is andere humor. Het is een krekels en dat soort dingen. Dat je denkt van, hey, maar gisteren ging iedereen stuk hierom en nu is het gewoon krekels. Maken dat. Aha. Maar soms kan het juist omgekeerd, dus, toch? Zeg je? Maar het kan toch ook omgekeerd zijn, Gillian Slurry? Dat je voor, zoals we het noemen, toch, of jullie het noemen daar, het witte publiek, heel makkelijk iets zegt en men makkelijk gaat lachen erom. Maar Theodore naar de Sarana, naar de Meiluko pak. Ja, precies zo is het, man. Omdat het zit hem in de, als je op een bepaalde stijl speelt, alleen maar bijvoorbeeld voor zwarte mensen, dan doe je heel veel herkenbare dingen. Waar zwarte mensen zichzelf in kunnen vinden, herkennen. Moeder die geen nonsens neemt, snap je, klappen met dit en dat soort dingen. Dus dat soort dingen herkennen ze, zien het voor zich, dus dan kunnen ze met je meeleven. Maar ik heb geleerd, omdat ik ook al die stappen heb gedaan, je kan alles vertellen, maar het is de manier waarop je het vertelt. Dat is de manier waarop je het vertelt. Als je kan gewoon je stijl van spelen hebben. En je kan het overal gewoon spelen, maar het is de manier waarop je het vertelt. Als je voor een gemixt publiek is, ga je het eerst een beetje moeten neerzetten voordat je grap doet. Je kan die grap niet gelijk doen, want ze kennen dat niet. Het is een hele andere cultuur, het is een hele andere. Snap je wat ik bedoel? Je moet die theorie inleiden. In Leasan en Boom, je inleiding is ook belangrijk. Ja. 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 Dat ze met je verhaallijn meegaan, dat ze zijn waar je bent, dus ze gaan met je mee. Dan nu snappen ze van, ze hebben het niet meegemaakt, maar de manier wat, dus nu kunnen ze met jou meeleven, van, nu snap ik het. Ja. Dat soort dingen leer je allemaal als je naar de open mic gaat en de manier van vertellen en dat soort dingen. Dus. Aha. Sanders, nice jongen, nice man, dat je al zoveel meegemaakt hebt en jouw trouwens, je bent ook 38. Hoe voel je je ook werkelijk 38 jaar, Gillian Slurry? Wat zegt u? Voel je je ook 38? Je bent 38, maar voel je je ook 38? Oh nee, ik voel me niet 38, maar het wordt wel steeds aan je gezegd. Iedereen praat met u en dat soort dingen. Dus daar, weet je, dus dan denk je maar aan. Vroeger was het nu zit alles u. Dus ik voel me niet 38, maar het wordt je wel, iedere keer wel. Wanneer mensen dachten, kom maar oud je bent, gooi je het wel in je gezicht dat je u bent. Ja.
Aha, of als we een potje voetballen. Oké, okay. In Suriname zeggen ze aan ons. En, Biggie Wang, poten kono, pasa bal kono. Ja. Of ze zeggen meneer. Mag ik je wat vragen? Saan. Meneer toch, meneer. Saan. Zoals wanneer iemand zegt meneer, dan kijk ik, oh, waar is die meneer? Waar is die? Oh, je bent tegen mij, Saan. Je voelt je niet eens meneer. Dat zijn die tekens toch? Zo laat God je weten van je bent Adar. Ja. Niet, je bent Adar. Zo, je wees blij dat je die gezegende leeftijd hebt gered. Je bent Adar. Ja, maar meneer nu. Werkelijk, tikking. Wanneer nou wanneer maar tikking. Ja toch. Die blessings gewoon was. Ja, klopt. Maar je gaat ook richting een bepaalde grens. Want men zegt life begins at 40. Zegt u? Je gaat ook richting een bepaalde leeftijdsgrens, Gillian Slory. Ja. Men zegt life begins at 40. Ja, maar dat zeggen ze ook wanneer je 50 wordt. Life begins at 50. Dan wanneer je 60 wordt, zeggen ze life begins at 60. Nee, toch 100, dan gaan ze zeggen, ah, life begins at 100. Door dat idee. Atenati. Sabana de Cross Bay. En ook wanneer je pas 17 bent, dan zeggen ze life begins at 20. Wanneer je 20 wordt, ah, boy, dan ga je dit doen, dan ga je dat doen. En die verschuiven ze dingetjes. Ja, dit, dat is... Die mensen die niet willen accepteren dat ze oud worden toch? Life begins at 40. Nee, life, je moet alleen geleefd hebben. Je moet rustig worden. Je begint life at 40. Wie doet het niet voor dat? Dus 40 jaar heb je niet geleefd. Hoe nog eens? Laat die mensen rustig zijn hoor. Wanneer laat die mensen rustig zijn? 40 jaar met dan de helft? Nou, je bent dan met één voet weg. Life begins at 40. Wat een pijn. Weet je hoeveel pijn je hebt als je opstaat wanneer je 40 wordt? Ja, nee, pak je hart niet. Zo met de niks heb je overal pijn. Gewoon loop je opeens voor je knie. Maar life begins at 40. Nee, man. Dat is zo pijn. Welke legeras. Sam. En een herstelperiode morgen. Wat die blessure. Een klein beetje. En wanneer die ene herstelt is, dan begint die andere toch. Het houdt niet meer op. Maar life begins at 40. Nogmaals. Altijd is er iets. Weet je hoe moeilijk je opstaat van de wc? Maar life begins at 40. Nee. Welkom, yo. Sam. Hey boy, hey. Maar je hebt gelijk, het is accepteren, hè. Je moet accepteren gewoon, snap je? In 40 moet je al gesetteld zijn, je moet al weten wat je wilt in het leven, zo zeker. Je moet weten waar je naartoe gaat. Het is niet meer om te spelen gewoon, dat soort dingen. Maar het leven begint niet daar, maar je leven is daarvoor al lang begonnen. Ja, lang begonnen, ai. Ja, lang begonnen, meneer. Lang begonnen, meneer. No. I love it, man. Gillian Slory, wil je voor de rest van je leven in Amsterdam wonen? Zeg je? Wil je voor de rest van je leven in Amsterdam wonen? Nee, ik wil de rest van mijn leven in Amsterdam wonen. Ik ben wel van plan om, als alles gewoon lopen moet over, om terug te gaan naar Suriname wanneer ik klaar ben hier zo. Wanneer de kinderen oud zijn, uit huis hebben, alles aan me gezet, dan ben ik wel van plan om terug te gaan naar Suriname. Dat zit wel in mijn planning. Ja, ik hoor je praten over kinderen. Zegt u? Ja, ik hoor je praten over kinderen. Ja, ik heb drie waar ik van weet, dus... Je bent eerlijk. Nee, ik heb drie, want dadelijk hoor die moeder van mijn kinderen dit. Oh, dadelijk smelt dat ik, ja, alimentatie daar in, dat ik heb maar drie. Ja. Jongens, meisjes. Ik heb drie. Ik heb één jongen en twee meisjes. Nice man. Zie je van die comedy trekken van je bij die kinderen terug? Ja, mijn zoontje die is ook bezig met comedy, die houdt er ook van, die doet nu acteren en zo. Dus ik zie wel, bij hem zie ik het wel, en ik stimuleer hem ook, want ik heb gezegd van ja, luister dan, wanneer ik ben gestopt moet jij nog verder gaan, dus ik stimuleer het wel, met hem zie ik het wel. En mijn meisjes zijn ook meer, maar die zijn meer dansen en zingen en dat soort dingen. Maar bij mijn zoontje zie ik het comedy aspect, zie ik wel bij hem. Gewoon het grappig zijn, grappig. Ja, dus ik zie het wel bij hem. Hoe weet komt in de toekomst het dichten terug?
bij een van je kinderen. Misschien komt in de toekomst het dichten terug bij een van je kinderen. Is dat taxlorine of biggie? Ja toch? Ja, ik hoop het. Mijn zoontje die is, hij houdt ook van een rap schrijven en dat soort dingetjes. Dus ik hoop het. Dat is ook een vorm van dichten volgens mij toch? Ja. Oh, rap schrijven, tof, dus, ja, hij schrijft ook dat soort dingetjes, hij schrijft ook raps en al dat soort dingetjes. Dat is allemaal in, ja, echt entertainen. Hij is echt gewoon in het entertainment scene, is hij gewoon, ja, vindt hij leuk. Hij vindt het leuk om te entertainen. Op feestjes ook. Ik krijg altijd filmpjes als ik ergens niet ben, dat hij weer loopt te dansen, allerlei gekke dansjes loopt te doen. Dat gaat misschien gaan overnemen. Gaat overnemen. Adena Brudu, Asandena Brudu, maar geloof me. Gillian Slory. Ja. Hoe graag zou je op de Surinaamse boenen willen staan, Taki? Gillian Slory. Give it up for Gillian Slory. In Suriname. Dat je hier als comedian op het podium staat. Droom je ervan? Ja? Als ik het droom om van podium, om podium te staan, is goed. In Suriname, Gondre. In Suriname? Ja. Ik ben nog geweest in Suriname. Ik was in 2018 was ik in Suriname. Ja, maar ik ga maar meteen met dat olujongen. Mipsade, wat er dat ik ben. Oh ja, en hoe vond je het? Leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ik was heel zenuwachtig. Ik was in, wat is het ook alweer, daar bij de bibliotheek of zo. Ik weet niet meer hoe het heet hoor. Wat is dat? CCS? Ja, CCS, zuiver. Ja, CCS. Ik was in CCS. Daar had ik daar doen een show. Was echt leuk. Suriname is, het is, ik had echt een paar keer moeten zeggen, maar laat me het verhaal vertellen, want als je aan praat begint, is al te lachen, terwijl je het nog niet even vertelt waar je naartoe wil gaan. Dus ik was zenuwachtig, maar toen ik eenmaal begon, ja, het was leuk. Sowieso van herhaling vatbaar, dus ik hoop dat ik weer terug mag komen en het groter mag doen. Maar het zit wel ook in mijn toekomstplan om het nog groter uit te komen doen in Suriname. Waarschijnlijk heb je je body language mee. Als je nog niet veel woorden geuit hebt, dat is maar Abigail Afukba dan. Volgens mij naar Inimikere, dat is mijn lookie, dat is mijn lafu. Wat zegt u? Dan weer? Waarschijnlijk heb je je body language mee, je gezichtstrekken, je mimiek, ja, je, ja, je, toch klopt, je uitdrukkingen. Klopt. Ja, toch? Klopt. Ja. Ja, dat heeft u goed ingeschat, ja. Maar je verwacht het niet, want hier is het, hier moet je gewoon, je vertelt het en wanneer, ja, we noemen het een punchline. Wanneer je dat doet, dan gaan de mensen lachen, maar in Suriname, het verhaal al beginnen ze al te lachen, want ze leven met je mee. Dus. Mm-hmm. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel heel mooi van Suriname. Ik hoor ook heel veel comedians die daar zijn geweest. Zeggen ook altijd dat het een prachtig land is en ook echt leuk om te spelen. En iedereen die daar geweest is gaat, ja, ik wil graag terug. Dus wat dat betreft is big up naar Suriname. Iedereen die hier zo is, heeft echt love voor jullie als het gaat qua comedy. Nice man. Maar dat betekent dan ook dat ze echte comedians zijn, jaren de man boeren. Want Serenandja heeft een boem, je vier toe, jaren dat no. Dus maar gaan ze door Lucky gewoon toe. Ja, hier heb je dat ook. Als je niet brengt Surinamers, ja, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Hoe is het om voor Surinamers te spelen? Dus als je leuk bent en ze mogen, is het goed. Maar als je er niet daar bent, gaan ze je ook laten zien van, dat is hem niet hoor. Ja. Dat is wat je de Surinamers zijn. Surinamers hebben zoiets dan paai. Nee, ja toch. En breed me een loopcomedie, want zelfs wanneer het bad gaat in het land, ja, hoe vaak niet. Maar is dat vastandigbaar en wasanipsa, dat ook aan wat heer comedy vastandig, terwijl wat loopt pijn daar, kan de wat loopt monilatie of wat dan ook. En dan de haan, kafoor, wat is het? Ja, kiek. Ze zijn allemaal op kiek. Leuk of feest. Dat noemen de kiek zo toch? Ja. Kiek, onderbag, gezelligheid. En dat soort dingetjes. Ja. Zo noemen ze het hier zo. En het klopt. Het is pijn. Je lacht gewoon je pijn weg, hè. Op dat moment vergeet je even alles. Ja. Dus het is gewoon, snap je? Iemand vertelt iets, je vergeet gewoon even alles op dat moment. Gewoon. Dus op dat moment geniet je gewoon, je vergeet alles. En dat heeft Suriname wel heel sterk, hè. Ja, om door de pijn heen te kunnen lachen en dat soort dingetjes. Heb je toevallig een haan daar gezien bij jouw vriend? De haan of nee, was eigenlijk wel een Nederlandse haan in de buurt. Hey, Libatori, dat is de haan. Er is ergens een de haan, hij moet daar rondlopen. Hey, Slory, je bent een topper, man. Fijn deze Tori. Fijn gesproken te hebben met elkaar. Ja, maar ik heb hem gezien, de wakkie, ze hebben bij de kinderboerderij gezet.
Dus in één keer als er een wapen van nodig jouw wapen. Ik heb niet bakken tot die mannen, maar met stof aan. Dat is een andere demonstratie. Gewoon boren, wapen van nodig. We willen hem hier hebben, we willen hem koken. Ja, gewoon stoffing. Ik heb ergens een hand gezien. Hey, Gillian Slory, zoveel lobby voor je, man. Thanks voor je tijd. Besteed aan de SRS. En we praten gewoon weer. Hopelijk. Ja, hoor. Ja, is goed. Is goed. Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Hoor ik echt dood. Ik heb ervan genoten. Dank jullie wel. Shout-out naar heel Suriname. Shout-out aan Mega. Shout-out aan mijn tante. Dat tante Sandra, oma. Oma Edith. Shout-out naar die heer Tamega. Heel veel talent komt van Tamega. Dus shout-out naar die hele buurt. Shout-out naar heel Suriname. En ik hoop dat ik jullie snel zie. Ja, man. Blessie. Check. Yes. Oké. Okay. Go to Premium Gasoline. Geschikt voor alle gasolinemotoren. Dus ook voor die uit Japan, Europa en Amerika. Go to Energy to Go. Het is 1 uur. Ik luister graag naar SRS. Aladdin, Aladdin, wij zijn multicultureel. Ja, dat zijn de wachten en diaspora. Professioneel en informatief, ook op social media actief. The Power Station, 96.3 FM. Radio SRS Suriname, interactief. Ik luister graag naar SRS. Brotherhood Security operates with one goal in mind, keep Suriname safe. Our in-house control room and security center is available 24/7. Whether it's VIP security, event security, or corporate and residential security, Brotherhood Security is in your corner fighting for you. When you call, we answer. And after your call, Brotherhood Security is quick to respond and is on the scene with rapid response.